Nu volgt onze Dell Inspiron. En dat is een hele goede merk. Het is een Inspiron van 15,6 inch. Het komt met de 8e generatie Intel Core. Het is een i5. The 4-digit number after the i3, i5 or i7 tells you how powerful that processor is and which generation. So the first number is the generation, and then the other three numbers will tell you how far up the range in that generation you are. So the higher those three numbers, the probably more powerful your processor is, with a few exceptions. Het ook met 8 gigabyte aan geheugen, dus een heel snelle laptop. Met 256 aan solid state drive, dat is ook heel snel voor uw opslaan van data's en opstarten van uw laptop. Dus als u iemand bent die impatient is, dan kunt u zo'n computer op aanschaffen. En dan gaat alles heel snel dan een normale laptop. Verder komt het met HDMI, Bluetooth, USB 3.1, SD card reader en Ethernet. Verder komt het ook met al geïnstalleerde Windows 10 erop. Dus als u het zou kopen, helemaal geen probleem, is alleen opstarten en dan uw ding doen.